Dus ik geef graag het woord aan de heer Robert Jensen. Welkom, 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 welkom. Ik moet zeggen, het is een eer om hier te zijn. Ik ben zelf niet zo bezig met politiek echt. Ik vind politiek niet zo interessant. Ik denk ook dat de macht ergens anders ligt, maar daar gaat het allemaal niet om. Ik vind het toch een eer om hier te zijn. En dat is niet omdat mensen als Mark Rutte hier hebben gestaan en dat soort dingen. Maar ik vind het meer een eer om hier te zijn dat dit is de plek waarin de hele geschiedenis van de Nederlandse politiek de afgelopen 4 jaar het meest gelogen is. Dus het is niet te geloven. En ik ben hier omdat Geert Wilders, kennen we die? Geert Wilders? Ja, ja. Die heeft mij ooit in een van mijn laatste talkshows op RTL 5... heeft hij mij beloofd dat als de PVV de grootste zou worden, dat ik staatssecretaris van Mediazaken zou worden met maar één doel: om de NPO af te schaffen. Dus ik zit te kijken met de verkiezingenuitslag en wie wint er? Wie is de grootste? Geert Wilders. Dus ik zit daar en ik denk, dit is mijn tijd. En ik ga het gewoon doen. Mooi, de NPO afschaffen. Dus ik begin al met plannen maken. Ik verwacht een telefoontje van Geert Wilders. Ik wacht op een telefoontje van Geert Wilders. Het was zijn belofte. En dit is toch de man waarvan je had verwacht dat hij zijn beloftes na zou komen. Maar inmiddels zijn we erachter gekomen, dat doet deze man niet. Wat is er gebeurd met Nexit? En dus ik heb nooit iets gehoord. Ik heb nooit. De telefoon ging niet. Dus ik heb een hele hoop plannen als staatssecretaris van Mediazaken die ik nu gewoon de prullenbak in moet gooien. Maar die wil ik nu even lanceren en delen met jullie. Want Thierry Baudet belde mij op. Kennen jullie Thierry? Ja. Daar zit hij. Bedankt voor de uitnodiging. Ik moet wel zeggen, ik krijg betaald door Thierry voor deze speech. Ik weet niet hoeveel. Het is 1500 roebels dat hij me geeft. Dus. Maar bedankt. En het is sowieso bijzonder dat we hier kunnen zijn met z'n allen in vrijheid. Terwijl we natuurlijk weten dat als dan Thierry gelegen had, hadden we nog steeds in een keiharde lockdown gezeten. Maar hij is er wel teruggekomen en dat is hem te prijzen. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. Maar ik vind FVD, ik bedoel, nogmaals, ik ben niet zo met politiek bezig, met politieke partijen. Maar ik vind FVD een leuke club. Ik vind er zit humor nog steeds in. Het is ook een politiek incorrecte. Al kan je af en toe nog zijn. En dit is zo belangrijk, hè, dat we dat kunnen doen. Want vroeger kun je van alles tegen elkaar zeggen. Nu kan echt niks meer. Maar bij het FVD nog wel. En met humor. Dat zag je ook aan de hapjes die we net kregen bij de receptie. Jodenkoeken. Negerzoenen. En dus ik denk dat ik er wel bij pas. Maar mijn plannen. Dit is het volgende. Voor de publieke omroep. 1 zendertje. Dat houden we over, dus de rest wordt allemaal afgeschaft. En dat is meer om mijn eigen show constant te kunnen uitzenden op die publieke omroep. Natuurlijk, dat begrijpen jullie ook. Er komen een paar andere programma's, maar het moet meer een representatie zijn van de maatschappij tegenwoordig. Dus niet wat je nu ziet, maar ik zit te denken aan Heel Turkije Bakt. Trans zoekt hond. Over mijn gevaccineerde lijk. Flikkers Maastricht. En dat soort dingen. Het moet veel meer maatschappelijk betrokken zijn. En dat is het nu niet. En we gaan dit ook heel goedkoop doen. We gaan het heel goedkoop doen. Want 1 zender is meer dan genoeg. Het is echt meer dan genoeg. Zendertje. En ja, Geert zou het afschaffen. Maar nou gaan ze er 100 miljoen van afhalen. Van de 700 miljoen of zo. Ja, 100 miljoen. We hebben het gezien met al die seksschandalen daar. Dat geeft de directie daaruit aan condooms per jaar. Dus dat is niks. We gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. We beginnen met het eerste ding is, ik ga de sloopkogel door dat NOS-gebouw meteen. Dat hele lelijke, spuuglelijke gebouw. Heb je dat wel eens gezien? Ja. Kost zoveel geld. Sloopkogel er doorheen. Ik denk om een uurtje of 8 s'avonds tijdens het journaal. En het grappige was dat ik heb al brochures aangevraagd. Ik heb al offertes aangevraagd van wat kost dat? Hè? Want aangezien de Tweede Kamer wordt verbouwd voor 2 miljard. Toen dacht ik van nou, dit zal wel tientallen miljoenen kosten. Dus ik offertes aangevraagd bij sloopkogelbedrijven. En wat blijkt, er zijn zoveel sloopkogelbedrijven die een hekel hebben aan de NPO. Ze willen het gratis doen. Dus dat bespaar ik jullie ook nog eens een keer. Ik heb al brochures gekregen met sloopkogels. Ik heb er al een uitgekozen met de foto van Jeroen Pauw erop. Het is hartstikke. Ook komt er bij de NPO een verbod op 4 woorden. Lockdown. Pandemie.
door mens veroorzaakte klimaatverandering. En Israël, daar gaan we het even 20 jaar niet over hebben. En dus mijn hele leven is het al Israël. Ik vind het nu wel eens tijd worden dat we daar even mee stoppen. Dat we gewoon eens kijken wat er gebeurt. En over 20 jaar krijg je een samenvatting van wat er gebeurd is. De commerciële omroep wordt ook niet gespaard. Daar heb ik ook wat maatregelen, gaan we meteen voor nemen. Johan Derksen, kennen we die? Ja, die wilde dat ongevaccineerden uitgesloten werden van de maatschappij. Johan Derksen zal geliquideerd worden. En dan in de zin zoals hij het gebruikte met Thierry, hè, dit woord. En die dochter, daar gaat een kaars in. Plastische chirurgie zal ook verboden worden. Daar zijn we meteen van Linda de Mol af. En John de Mol. En ja, het moet wel een vertegenwoordiging zijn van de maatschappij. Dus de LGBTQ-community, Hicks Bismay natuurlijk, hartstikke mooi. Je kan van houden van iedereen, seks hebben met iedereen. Maar die moet vertegenwoordigd worden naar het percentage. Dus dat ze zeggen dat het 10% is, lijkt me wat hoog. Maar dat zou betekenen dat 90% van de omroepmedewerkers ontslagen gaan worden en de presentatoren. Dus dit is een kleine greep uit de plannen die ik heb als staatssecretaris van Mediazaken. Wat zal gebeuren, denk ik, als FVD de grootste wordt. Maar de kans is, denk ik, op dit moment net zo groot dat ik Wimbledon ga winnen dit jaar. Maar laten we het hopen. Want dan sta ik hier als uw staatssecretaris van Mediazaken en dan zeg ik, ik heb er zin aan. At your service. Staatssecretaris Jensen, dank u wel voor uw inauguratieve speech. Dus dank daarvoor. Ik kan me voorstellen, we hebben nog even korte tijd voor een aantal mensen die eventueel nog een vraag aan de staatssecretaris hebben. Ik wil wel dat degene die naar voren komt meteen begint met het woord walgelijk. Walgelijk wat hier gezegd is. Dat werpt toch een bepaalde drempel op. Walgelijk. Ik wou even zeggen dat ik de opmerking van staatssecretaris Jensen onacceptabel vind. En kunt u dat in een vraag verpakken? Bent u daar Het is onacceptabel, onbestaanbaar en walgelijk. Juist! Kom op, alsjeblieft, doe me een eer. Nog één iemand naar beneden met walgelijk. Kom op. Ja, gaat goed. Geachte voorzitter, ik vind het ook echt walgelijk. En de schaamteloze belangenverstrengeling van meneer met de penis Jansen. Nee, laten we het even. Sorry. Maar. Nee. Ja, ik. Heeft u een vraag nog aan de staatssecretaris? Nee, ik ben gewoon heel emotioneel. Okay, ik vind deze belangenverstrengeling onaanvaardbaar. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter, dank u wel. We hebben natuurlijk de heer Jensen gehoord zoals we hem kennen. Ongefundeerde uithalen richting de publieke omroep. Onze journalisten. Die elke dag belangrijk werk doen. Maar mijn vraag is als volgt, meneer de voorzitter. Wij hebben, gelukkig in Nederland en in de hele Europese Unie, diverse organisaties die desinformatie bestrijden. Niet alleen wat hier de heer Jensen weer, hij mag het zeggen. Het is een democratie, in onze democratie, maar het moet me van het hart. Dit schaadt de samenleving als geheel. En kan de heer Jensen vooruitblikken wat zijn staatssecretariaat gaat doen met alle desinformatiebestrijdende instanties die ons helpen en onze journalisten om onze waarheid toch voor het voetlicht te brengen? En als we straks geen publieke omroep meer hebben, kunnen we dan wellicht wel rekenen op desinformatiebestrijders om toch in elk geval voor te zorgen dat het publiek blijft geloven wat wij geloven? Lijkt me een heldere vraag. Dank u wel. Graag een antwoord. Ja, allereerst, ik vond het walgelijk dat ik het woord walgelijk niet gehoord heb van de heer Baudet. Ik stop even mijn speech terug in mijn ik haat Klaus Schwab tasje. En ja, hoe gaan we desinformatie tackelen? Nou, daar gaan we natuurlijk eerst even een grote commissie op zetten. En dan gaan we dus eventjes een gebouw bouwen. En dat doen we samen met Brussel. En dat doen we samen met World Economic Forum.
En dat doen we samen met de Open Society Foundation. En ja, ieder griezelig bedrijf wat je kan bedenken. Daar gaan we voor zorgen dat de desinformatie bestreden zal worden. En maak je geen zorgen. We krijgen vanaf binnenkort alleen maar positieve, spirituele propaganda waar je wat aan hebt, waar je wat mee kan. En we gaan de propaganda waar je een betere wereld van maakt, waar je samenkomt, waar je niet zit te liegen, waar het niet alleen maar theater is en waar het gaat om echte menselijkheid. Dat is wat we moeten hebben in de media. Aan deze kant nog een vraag. Gaat u gang. Mevrouw? Voorzitter, ik via de voorzitter. Wacht, u misgendert. Wat een walgelijke idee. Ik vroeg u dat over liquideren. Welke betekenis hebben we het dan over? Nou, precies zoals Johan Derksen het gebruikte bij Thierry Baudet. Hij schijnt het 100 keer te gebruiken, liquideren. Zo van, ja, je moet die spits liquideren. Dan bedoelt hij mee, er moet de spits wisselen. Of de trainer moet geliquideerd worden, of er moet een andere trainer komen. En dan wordt een politicus mag gewoon gezegd dat hij geliquideerd wordt. Dus het moet in die context zien. Dus zo gaan we Johan Derksen ook liquideren. Goed, we houden het even. We gaan het niet op de man spelen. We gaan nog even een inhoudelijke vraag stellen. Het woord is aan de heer Schenk. Ja, dank u voorzitter. En ik schrik er toch van wat hier gezegd wordt. Hè. Het gaat over een sloopkogel en dat kan mensen op het idee brengen dat geweld gelegitimeerd is. En ik ben heel benieuwd, wat gaat het kabinet doen om dit soort extremisme, dit soort democratie ondermijnende taal, het vervolgende koppen te drukken en voor eens en voor altijd uit het publieke debat te weren? De staatssecretaris. Ja, kijk, dit is de reden waarom ik nooit de politiek in zou gaan. Dit is toch bloedirritant. Het is bloedirritant. Wat zijn dat voor discussies? En het is net alsof ik er echt ben. En ik ben er ook in het echt. Maar ik zeg altijd, als ik in de politiek zou gaan, dan ik zou me niet in kunnen houden. Ik wil dingen met humor, ik wil dingen met menselijk, ik wil dingen echt. En dit soort confrontaties, dit soort vragen, je zit echt te kijken. Als ik in de politiek zou gaan, dan zou het eruit zien als zo'n Oekraïns parlement waar iedereen met elkaar op de vuist gaat, weet je wel? Dat is echt. Dat is niet oké. Ik breng niemand op ideeën. Nee. Ik breng hierbij niemand op ideeën. Nee, ik zeg niet dat het gelegitimeerd is. Maar in Oekraïne wel misschien, maar niet hier. Dat huis van de democratie. We laten het even bij dit antwoord. Dus nee, we laten het even hier. Voor een andere interruptie. Gaat u gang. Daar zit een of een voetbedaal. Voorzitter, ja. Ik hoorde de heer Jensen een opmerking maken over Derksen. En die is hier niet aanwezig. En die kan zichzelf niet verdedigen. Verder gaat het vandaag over Ik hoor geen vraag, maar het staat genoteerd. U heeft daar een punt inderdaad, dus laten we eens kijken. We hebben de vervolg. Nou, ik zie wel iemand die lijkt op Johan Derksen. Ja, dank u wel, staatssecretaris. We gaan even door met de inhoud van het debat. Want het gaat niet om mij, het gaat om het debat. Dus, Sorry. Voorzitter, het woord walgelijk is al een paar keer gevallen. Ik ga het ook gebruiken. Het is namelijk walgelijk, want er komen hoeveel mensen op straat te staan die nu voor het NPO werken. NOS-journaal. Al die mensen hebben zometeen geen werk meer. Wat ziet meneer Jensen, hoe ziet hij dat voor zich? Waar gaan al deze mensen werken? Zij hebben ook gezinnen, voorzitter. Vraag is helder. De werkgelegenheid van NPO. Precies hetzelfde wat er nu gebeurt. We krijgen een uitkering, dus de belastingbetaler blijft betalen. Ja, ze werken daar allemaal van ons geld. Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag over het volk. We gaan de vierde industriële revolutie tegemoet. Ik volg u graag, dus ik weet er veel van. Dank u wel. Dan hebben we natuurlijk onze grote aanvoerder daarvan, Klaus Schwab, met zijn grote assistent, zijn belangrijke assistent Harari. Die heeft eigenlijk één ideaalbeeld en dat is dat het volk, eventjes denigrerend misschien, niet bedoeld, maar gezegd, zich eigenlijk voorlopig in de nodige fletjes achter spelletjes gaat scharen. Uh-huh. Spelletjes doen. En natuurlijk ook echt genieten van heel veel televisie. Uh-huh. Hoe ziet u dat voor zich als we het volk alleen nog maar één zender voor kunnen schoten? Denkt u niet dat er dan een opstand komt? Nou, nee. De staatssecretaris. Ja, sorry. Een goede vraag. Bedankt. En dank u wel. Ik heb er een antwoord op. Ik denk dat mensen op dat moment die er niet tegenin zijn gegaan en die niet opgekomen zijn van hun eigen menselijkheid en hun eigen creativiteit en dingen blijven ontwikkelen, dat die toch op een bepaald vlak de tv niet eens meer kennen. Die zitten met zo'n grote virtuele bril op, de hele dag,
en worden getransporteerd naar een wereld die niet meer die van u en die van mij is. Dus we hoeven ons niet te veel zorgen te maken over die mensen. We kunnen ons beter focussen op de mensen zoals u en ik. Yes! Ik word hier bijna goed in. Verslavend dit. Ja, dat zijn natuurlijk... Wanneer is dat voor? Inflatie, hele grote uitgaven voor mensen, zo'n bril met zo'n virtuele werkelijkheid. Ja. Gaat u dan ook toch wel proberen om daar toeslagen voor te regelen? Toeslagen? Toeslagssecretaris, subsidieregeling bedoelt u? Precies, ja. Subsidie voor die grote domme brillen van Mark Zuckerberg. Heeft u ook een bril op? Wat is het? Dit? Nee, we moeten daar... Ik moet een beetje aan het volk aan mijn achter. Het woord is in de staatssecretaris. Nee, mijn doel is alleen maar ervoor te zorgen dat de belastingbetaler zo weinig mogelijk uitgeeft aan media. En dat ze, als ze meer geld overhouden, dan kunnen ze dat uitgeven aan zo'n belachelijke virtuele bril. Wat een goed antwoord. We laten het even hierbij. Ik geef jou nog even het woord en dan gaan we langzaam dit debat afronden. We hebben nog twee debatten namelijk in deze tijd. Ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd hoe de minister Jensen zich kijkt op de visie van de alternatieve media. Bijvoorbeeld Blackbox of De Nieuwe Wereld of zijn eigen podcast. Hoe ik daar kijk? De voorzitter. Ja, dat er eigenlijk maar eentje belangrijk is en dat is die van mij. En misschien iets over de alternatieve media in het algemeen? Kunt u daar nog iets over zeggen? Nee. Ja, natuurlijk. Alternatieve media is... Ja, je hebt... serieus, ja? Ja, waarom niet ook een keer? Ik denk dat je twee alternatieve media's hebt. Je hebt de alternatieve media waar mensen echt op zoek gaan en diep graven en met een hele open mind naar dingen kijken en alles overal vragen over blijven stellen. En dan is er een mainstream alternatieve media wat veiliger is en wat uiteindelijk een beetje gaat lijken op de mainstream media dat er nu is. Dus ik denk... zolang er nog genoeg vrijheid van meningsuiting is... is die alternatieve media, de echte alternatieve media, heel belangrijk. En die moet onafhankelijk opereren. En dat doe ik bijvoorbeeld. Ik krijg alleen maar betaald door donaties. Jensen.nl. Ik laat geen kans liggen. Dus ik doe het compleet onafhankelijk. Geen adverteerders, geen overheidssubsidie, helemaal niks. Ik denk dat dat een model is dat mensen zelf kiezen wat ze willen, waar ze hun geld aan uit willen geven. En niet bijvoorbeeld nu ook met het publiek om op dat er ergens geld naartoe moet. Terwijl je weet niet, je wil het misschien helemaal niet steunen. En dat soort dingen. Dus die mainstream alternatieve media loopt een beetje in het gevaar toch ook te truttig te worden. Ja. En niet onafhankelijk genoeg. Oké, helder. Dankjewel voor dit antwoord. De laatste vraag gaan we doen. Dat is goed. Ik heb via de voorzitter ook nog een vraag aan meneer Jensen. Als de publieke staatsoproep is teruggebracht tot één kleine zender, blijft er nog wel ruimte over voor Sinterklaas en Zwarte Piet? Het is een wat gedetailleerde vraag, maar wellicht binnen de randen van dit debat de staatssecretaris. Heeft u een antwoord? U brengt mij op een idee. Ik denk dat die ene zender... Ik schrap al die programma's, zoals heel Turkije bakt. Ik schrap die programma's en dat wordt gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week... alleen maar Sinterklaas en Zwarte Piet. Goed, dames en heren, we gaan dit debat afronden. Ik dank de staatssecretaris voor zijn komst hier naar deze kamer... en ik sluit dit debat. Dank u wel.